En de resortraad van Meerzorg wil dat de veerbootdienst geheractiveerd wordt. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de filevorming op de Weidenbosbrug. Ook kunnen houttransporten dan via het water gaan. De voorzitter van de resortraad van Meerzorg, Zaid Lal Mohamed, hoopt dat de heractivering van de veerbootdienst als prioriteit zal worden opgenomen in het districtsplan. De filevorming maakt het nog erger voor ons. Dan zien we dat het echt nodig is. We hebben een tweede alternatief nodig, alvast die veerverbinding. Dat de passagiers zelf, die mensen die met een bus of met de boot oversteken en niet een vervoer hebben. En, dan kunnen ze, en ook mensen die met de auto oversteken in de file, kunnen ze hun auto's hier parkeren en dan kunnen ze ook oversteken. Ook de aanmeersteiger van het veerplein moet worden gerehabiliteerd. Lal Mohamed ziet graag dat het houtwerk wordt vervangen door een betonnen brug. De betonnen brug was eigenlijk al voorbereid. Volgens mij was er ook al geld ervoor vrijgemaakt. En wat is er gaan gebeuren? Vorig jaar hebben we wel een renovatie, nadat we echt hebben gezeten achter de overheidsinstanties, hebben we een renovatie gehad vorig jaar, maar dat was van hout. Maar de very ding wat er moet gaan, moet er een betonnen brug komen. Kijk, dit is Meerzorg-Paramaribo-verbinding. Is naar de stad toe. Je hebt andere locaties in communen waar al betonnen bruggen zijn gebouwd. Maar waarom hier niet? De noodzaak is hier groter. Hoeveel mensen steken hier dagelijks over? Heb je enige indicatie? Het is wel, ik ga niet precies kunnen zeggen, maar het is meer dan 5000 mensen. Meer dan 5000 mensen per dag. De voorzitter van de resortraad van Meerzorg, Zaid Lal Mohamed, over de meest urgente projecten die via het districtsplan moeten worden gerealiseerd. Vorig jaar is nauwelijks 1% van de plannen uitgevoerd. Hierdoor hebben steeds minder mensen de hoorzittingen bezocht.